Op 26 november aanstaande staat er een hele bijzondere en speciale dag op het programma. En iemand die ons daar alles over kan vertellen zit hier aan tafel, dat is Emily Bakker. Zit in de organisatie, heeft er heel veel uren in zitten. En Emily, wat staat er de 26e zoal te gebeuren? Nou, we beginnen de dag in het kerkje aan de zee om 10:30. Waar we een mooi programma hebben, waar Joost de leiding heeft, Joost Eikelenboom. Waar gezongen wordt door Piet Baarsen met zijn dochters. Aan kamp Jansen, die zal een mooi gedicht voorlezen. En Albert Metz doet ons begeleiden op het orgel. Mogen de mensen zelf weer verzoeken aanvragen? Ook, dus ja. Dus het is hetzelfde programma als in de zomer? Ja, hetzelfde programma als in de zomer. En waarom is deze keer voor een zaterdag gekozen? We hadden het idee dat toch vorig jaar de mensen wat moeite hadden om op woensdag vrij te nemen. Dus we hopen op een wat grotere opkomst door op de zaterdag te gaan zitten. Oh, dat belooft heel wat. Dus alles ja. Begint het en dan? Na het kerkje aan de zee? Ja, na het kerkje aan de zee dan gaat het kerkje een half uurtje dicht. En dan gaat dominee Maliepaard zijn expositie klaarzetten. Die heeft een mooie schilderijexpositie. Heeft prachtige schilderijen met Bijbelse taferelen en nou, daar zal hij wat over vertellen, uiteraard die dag. Dat is in een kerkje aan de zee? Dat is in een kerkje aan de zee. En dat doet hij meerdere keren? Dat doet hij een aantal keren en dan wordt het steeds afgewisseld met mensen die komen zingen, zoals Tini Bakker met haar dochter. En er komt nog een combo, speciaal samengestelde combo, dus die komen nog een half uurtje spelen. Dus dat is een leuke locatie geworden. En je hebt meerdere locaties? We hebben meerdere locaties, 7 locaties op het Oude Dorp. Ja, we hebben een locatie Stichting Ethiopië, Eritrea. Hele leuke locatie. We hebben vorig jaar weinig bezoekers gehad en hebben toen echt meegewerkt. Maar nou ja, we waren een beetje ver uit de route. Dus we hebben hem van het jaar weer opgezet. Ze hebben hele leuke dingen. Ze laten zien hoe het leven is in Ethiopië en hoe de mensen daar, ja, hun dagelijkse leven, levenspatroon eruit ziet. Van mij heeft Gekens Tiental daar die DVD voor Afrika voor opgenomen. Die hebben laatst een hele mooie CD, DVD uitgebracht, waarvan de opbrengst bestemd is voor het werk wat Gerrit en Stien doen. En zij zullen ook die middag zingen. Gaan ze live zingen? Ze gaan live zingen. Ze zullen om 3:00 er zijn. Ja, en het Stichting Ethiopië is 100 meter vanaf de Bethelkerk? Ja, maximaal 150 meter. Dus dat is voor de mensen zeker een aanrader om even heen te gaan? Natuurlijk, ja. Nou, doet de kathedraal, de Bethelkerk, doet die ook nog mee? Natuurlijk doet de Bethelkerk mee. Dat is ons centrale punt die dag. En daar zijn heel veel dingen te doen. We beginnen om rond 12 uur een mooi samengesteld mannenkoor uit Zeeland. Heel groot koor. Uit Zeeland? Uit Zeeland. Komen speciaal een dagje Urk doen om een nieuwe cd te promoten. En zij zullen dan het eerste uurtje volmaken in de Bethelkerk. Dus de moeite waard om er even te gaan luisteren. Is er meer in de Bethelkerk dan naar het concert? Er is heel veel te doen. We hebben een mooi mannenkwartet. Dat blijft nog een verrassing. We hebben heel veel zang. Kleine Dapper komt zingen. Ook in de Bethelkerk? Ook in de Bethelkerk. Oh, en de Mondorgelclub Jan van Dalfsen, ze mogen we natuurlijk niet vergeten. Die zijn heel blij dat ze mee mogen werken. En wij zijn heel blij dat ze mee willen werken natuurlijk. Heb je nog een locatie? We hebben heel veel locaties, Jan. We hebben Gert Weerstand, het atelier van Gert Weerstand. Sowieso, daar hoef je eigenlijk niks bij te hebben. Dat is al de moeite waard om daar gewoon even te lopen. Ook is een Van Gogh museum. Van Gogh museum is open. Okke is die dag aanwezig. Neef van Gert Weerstand, dacht ik. Zijn de locaties ver bij elkaar vandaan? Nee, de locaties zijn mooi dicht bij elkaar. Allemaal in de oude dorpskern. Echt op het oude eiland en ze liggen allemaal maximaal 150 meter uit elkaar. Het is heel mooi te belopen. Doet het museum ook mee? Ja, het museum is er ook weer. Heel leuk, de muziekschool is er weer aanwezig. Nou, die laten al hun talenten mogen die dag optreden. Dus dat wordt hartstikke leuk. Is dat een speciaal tarief? Ja, het is voor gereduceerd tarief. Ja.
Nou, wat is er van? Dat is de boot. Ja, de boot. Dat waar, is ook waar, ligt, waar ligt die boot? Ja, wij zouden zeggen tegenover de Boet. Een bekend restaurant hier. Dus als je bij de Battlecrack het oogstje naar beneden gaat en je gaat even linksom. Ja. Dan met 50 meter kom je er tegenaan. Ja, het is op de haven. Bijzonder op een boot. Wat gaat daar gebeuren? Ja, van alles. Er komt steeds meer. Elke vergadering verzinnen we er meer bij. Dus er is al... Er komen al koren op en er is al een orgel opgesleept en er wordt een expositie gehouden. En er is een tafel waar diverse evangelisatiematerialen zijn. Er komt een tafel van een stand van Israël producten. Dus, klinkt mooi. Ja, dat wordt een locatie, daar kun je eigenlijk de hele dag over toeven. En ik hoorde nog iets van een orgeltje wat over Urk rijdt. Ja, dat is ook leuk. Of is dat nog een geheim? Nee, die staat al in de folder. Er komt een draaiorgel. En dat is heel uniek, want dat speelt alleen maar geestelijke muziek. Dat heb ik dus, nog gehoord. Ik ook niet. Ik ben zeer benieuwd. Zou mij benieuwen. Wat een mooie folder trouwens. Hij is heel mooi gelukt. Mooie ster. Ja, we hebben een tekenaar in de commissie zitten. En die heeft weer heel goed zijn best gedaan. Fokke de Vries. Fokke de Vries, ja. Ja. Prachtig. Bedankt Vogel, super werk. En dan om 16:30 de Bethelkerk, hè? Ja, dat wordt een spetterend programma. We hebben een hele bijzondere spreker, Mannix den Kortenaar. Dat is een schaatser. Ja, een hele bekende schaatser. Dus, geloof aan. Die zal wat vertellen over zijn geloof in de sportwereld. Nou, en over de muzikale invulling gaat Egbert Scheffans nu wat vertellen. Een bijzondere dag, hè? Maar hoeveel voorbereiding is dit nou geweest? Oh, dat wil ik niet optellen. Dat, laten we maar zeggen, 2 maanden lang, 2 avonden in de week ongeveer. Ik vind het een geweldig programma en ik denk dat het zeker het bezoeken waard is. Dus hoe laat moeten de mensen naar Burg zijn? 10:30. Kerkje aan de Zee. En hoe weten de mensen de locaties? Op alle locaties liggen flyers. Dus dat je geen locaties hoeft te missen. We hebben 1000 nieuwsbrieven verspreid door Nederland. Alle mensen op het dorp krijgen er een. Dus alles moet te vinden zijn. Dus nog helemaal 26 november, zaterdag, vanaf 12:30 's morgens. Allemaal naar Urk toe. Allemaal naar Urk. Nou, fijn.